zijn uw verwachtingen van deze avond? Een goede netwerkavond. Laat me verrassen, vind ik vanavond. Dit jaar had ik er weer zin in, omdat ik dat beste ondernemersidee van Soest zo leuk vind. Ik verwacht dat we het Soester zakenleven met elkaar versterken door elkaar te ontmoeten, door geïnspireerd te worden door elkaar, door geïnspireerd te worden door die ideeën die vanavond gepresenteerd gaan worden. Heeft u een favoriet voor vanavond? Nee, eigenlijk niet. Ik laat me nog helemaal verrassen vanavond. Moet er nog even rustig over nadenken, want ik heb ze niet allemaal exact op een rij zitten op dit moment. Stan Uiland, ja, die is mijn favoriet voor vanavond. Dat u uw stem op ons gaat uitbrengen, dan kunnen wij met deze nieuwe techniek een begin maken met een nieuwe manier van bouwen in Nederland. Te beginnen in Soest, op de voormalige vliegbasis, die betaalbaar is, organisch, duurzaam en een zichtbare emotionele waarde creëert en daarmee Soest als gemeente enorm op de kaart zet. En ons idee situeren wij op een van de landingsbanen. Ons idee is om op dat tracé van asfalt een netwerk neer te leggen, een mat neer te leggen van dunne buizen en dunne slangen. De warmte van het asfalt wordt getransporteerd naar dat matwerk daaronder en wordt vervolgens getransporteerd naar ondergrondse opslagplaatsen van waaruit naar behoefte energie, warmte te onttrekken is. Kunst is een product dat beleefd moet worden. Het is dus niet zo geschikt voor online verkoop. Je moet het kunnen zien, je moet het kunnen voelen, je moet het misschien kunnen ruiken en je moet er zeker omheen kunnen lopen. Je moet erdoor geraakt worden. Daarom een fysiek verkooppunt. Maar waarom zou Soest voor mijn idee kiezen? In Soest is nog steeds geen bestaand verkooppunt voor Soeste kunstenaars. Maar met het fysiek verkooppunt brengen we behalve kunstenaars ook bewoners en bezoekers in Soest samen. Een ideaal vertrekpunt lijkt mij voor een Soester samenwerking. Mag ik handen zien wie er nog moet stemmen? Kijk, dat zijn er niet zo heel erg veel meer. Wordt het de zonne-energie? Wordt het de prachtige ballonbetonwoningen? Of wordt het de winkel voor de Soester kunst? 3, 2, 1. Laat maar zien. Ja, Bas en Stan Uiland met de tamballon. Van harte gefeliciteerd. Alsjeblieft, jullie hebben het verdiend. Maar we voelen ons zeer vereerd dat wij gewoon uiteindelijk op de eerste plaats zijn geëindigd. En hopen daarmee gewoon een prachtige springplank te hebben naar heel veel mooie betonballongebouwen en andere kunstwerken. Inderdaad, een springplank. Wat is nu de volgende stap? Dat is uitvoeren. Hè? We gaan proberen de partijen draagkracht te formeren binnen de gemeente. Om deze mooie plannen aan elkaar te verbinden. En een heel duurzaam Soest te bouwen. Alle drie de genomineerde ideeën vond ik heel bijzonder. Ja, ja. En ook wel divers. Je moet kunnen verliezen om te winnen. Je kan niet altijd winnen. We hebben nu afgelopen jaren toch best wel moeilijk, heb ik duidelijk laten merken, moeilijke jaren gehad. Maar toch weer geloven dat je weer kampioen wordt. Als je daar niet meer gelooft, dan gaat het geheim mis. Ik vond het echt helemaal fantastisch. Het zijn hele goede, inspirerende ideeën. Niet alleen die drie die we op het podium hebben gezien en die jullie gefilmd hebben. Maar ook die andere 7 die het podium net niet gehaald hebben. Er zitten een heleboel leuke ideeën van. We zien ze hier ook langs de muur hier staan. Ik vind het echt fantastisch en inspirerend. Volgend jaar weer, neem ik aan. Oh, zeker. Daar gaan we een hele mooie Soester traditie van maken. Die we over 100 jaar nog kennen.